Terwijl ik in Bali op vakantie was, kwam de VRT een reportage met me filmen. En ik dacht om deze beelden te gebruiken voor lichaamstaaltips voor presentaties. Hallo, mijn naam is Patrick Vesovski, de lichaamstaalexpert van Vlaanderen. Het eerste dat belangrijk is, is dat je afvraagt, wat wil jouw publiek? Voel jezelf in het publiek, alsof dat je in het publiek zou zitten. En uit hun standpunt, uit hun ogen, vraag af welke lichaamstaal je zou willen zien. Wees ook jezelf. Ga naar voldoende cursussen en coaching om die innerlijke rust van binnenuit uit te stralen en er te staan alsof je met vrienden praat. En dat zie je dan. En 3, hier zie je een aantal bewegingen die heel nuttig zijn bij het geven van presentaties. Kijk naar mijn handen. Waar zijn ze? Je ziet dat ze voor mijn borstkas of voor mijn buik zijn. Ik doe veel open bewegingen en het ritme waarin ik de bewegingen doe, ze benadrukken elk belangrijk woord. Het is niet te veel en niet te weinig. Dus kijk goed naar mijn handen op deze film en ik kan hem herbekijken. En oefen voor de spiegel deze bewegingen. Want dit zijn bewegingen die de meest succesvolle politiekers in de wereld ook doen. En ik wens jou veel succes met deze tips voor jouw presentaties. En als je benieuwd bent wat deze film is, wel eind 2012 komt hij op tv. Als je onze online lichaamstaal 2 maanden cursus nog niet hebt gevolgd, schrijf je dan nu in op lichaamstaaltraining.be.